Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Mijn naam is Jury en zoals je misschien wel een beetje kan zien moet ik nog een beetje bijkomen van de feestdagen. Maar dat maakt niet uit en dat neemt ook niet weg dat ik een heel erg leuk doe-het-zelf project voor jullie vandaag heb. We gaan vandaag namelijk iets doen met glazen potjes en van die glow-in-the-dark armbanden. En dat is hartstikke leuk. Kan je zelf meteen maken. Je bent er misschien 5 minuten mee bezig. En ik ga het nu ook voor het eerst uittesten, dus kijk mee. Alright, laatst kwam ik een soort glow-in-the-dark potjes tegen, van die glazen potten. Die als je in het donker zet, dat ze helemaal mooi oplichten. En ik heb even uitgezocht hoe je dat maakt. Dat is heel erg makkelijk. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn namelijk van die glow-in-the-dark armbandjes. En die kan je gewoon bij de Xenos bijvoorbeeld kopen voor, ik geloof dat deze 2 euro waren. En dan heb je er ook echt een hoop. Je hebt namelijk per potje misschien maar een paar nodig. Dus die heb je nodig. Daarnaast heb je dus een glazen pot nodig. Ik heb er 2, want ik vond het leuk om er een paar te maken. En nog een schaar. Voor deze raad ik je ook nog aan om het even op een ondergrond te doen die vies mag worden. Het spul wat namelijk hierin zit, we gaan het eruit halen. Dat is best wel chemisch, dus ga ook niet in je ogen wrijven nadat je dit hebt gedaan. Ga eerst eventjes je handen wassen, want je wilt dit echt niet in je ogen krijgen. Dan gaat het echt prikken, doet pijn, gaat steken. We leggen eerst even alles aan de kant. Oké, ik heb hier nieuwe potjes, dus die zijn van binnen helemaal schoon. Heb je die nou niet, zorg ervoor dat je een potje hebt die echt helemaal schoon is. De vloeistof die hierin zit, die gaan we hierin doen. En dat is natuurlijk, spreek eigenlijk best wel voor zich. Je knipt namelijk gewoon de bovenkant eraf en dan giet je het erin. Oké, ik maak er nog eentje, maar deze doe ik met groen en geel en zo. En dit ziet er echt giftig uit. Echt super vet om te zien. De beste tactiek om alles eruit te krijgen, dat is toch wel schudden tegen de zijkant van het potje aanslaan. Er zit een soort glazen buisjes in waar de vloeistof in zit. En je wilt die er juist uit hebben en ervoor zorgen dat die breken in het potje. Deze is ook klaar. Ik heb hier de roze al. En we gaan hem even dichtmaken en dan gaan we kijken hoe het eruit ziet op een donkere plek. Schud het eventjes rond en dat het echt overal zit. Ja, ik denk dat deze echt nog veel mooier is dan die roze. Maar we gaan het zien. Tijd om te gaan testen. Nou, zoals je ziet heeft het echt wel iets heel gaafs. Het heeft een soort alienachtig gevoel. Of een beetje radioactief gevoel. Dus echt super leuk om op feestjes te doen. Maar je kan het natuurlijk ook gebruiken als soort nachtlampje. Om een beetje je kamer wat creepy-achtig te maken. Nogmaals, kijk wel uit met je handen. Je wilt het niet in je ogen krijgen. Dus was je handen goed nadat je dit hebt gedaan. En deze potjes die blijven niet voor eeuwig doen. Maar wel een uurtje of 3-4. Daarna begint de werking af te nemen. Maar dan kan je er natuurlijk gewoon weer wat extra bandjes bij doen. En dan doen ze het weer. Hartstikke simpel. Vond jij deze video nou handig? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat kan heel makkelijk door op de button te drukken die straks in het filmpje verschijnt. Vergeet het ook niet te delen met iedereen die je kent. Probeer het ook zelf uit. En als je het zelf hebt uitgeprobeerd, laat het ons weten in een reactie. Hartstikke cool. Geef ook even een duimpje omhoog en dan zie ik jou de volgende keer. Bij Handig. Dat is handig.